Hey, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag alweer zondag. Jezus, het gaat het weekend snel, niet normaal. Het is zondag, 2 oktober. En ja, we hebben een heel leuk pakketje binnengekregen. Of nou, in ieder geval ik. Ik had namelijk nieuwe joggingspakken nodig. En ik vond die van, ik weet niet hoe ik het uitspreek, Lumière of zo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vond ik heel erg leuk, dus ik heb die besteld. Ik las ergens dat ze best wel groot vallen. Dus ik heb maat X, S en S genomen. Terwijl ik normaal S, M heb. Dus ik dacht, misschien heb ik wel echt een XS nodig. En heb ik natuurlijk ook, ik heb XS en S besteld. Ik denk, als ze dan misschien Ramon de S past, dan hebben we matchy outfits. Helemaal leuk. We hebben allebei een mooi joggingpak. Maar die gaan we even openmaken. En showen. Aan jullie. I'm excited. Hoi. We hebben hier een pakketje. We gaan het openmaken. Open, ja. Meestal. Hier aan de zijkant zo. Ja, je maakt natuurlijk heel vaak dozen ook van leveranciers. Jij bent het helemaal ervaren. Want ik heb dus ook nog 2 verschillende kleuren besteld. Want ik weet niet zo goed welke ik mooi vind. Maar ik heb toch wel 1 lichte voorkeur in mijn hoofd. Moet dat gewoon niet geven? Ja. Of makkelijker of zo. Net wat basicer toch? En jij? Ik weet het niet, ga even kijken. Ja. Ik weet sowieso niet of je echt past. Mooi. En ben je op XS pas of juist S? Ik weet überhaupt niet of ik ze mooi vind. Nice! We hebben het dus besteld bij Reload Store. Blijkt de winkel te zijn in Rotterdam. Daar heb ik het besteld. Ik was best wel veel online aan het kijken. Maar niet overal had je nog mooie kleuren en allemaal. Het is best wel lastig te vinden. Maar hier hadden ze dus nog wel 2 mooie kleuren. Waar ik geïnteresseerd in was. Als eerste, als we de doos openmaken, zit er een hele grote tas in van Reload Store. Wat als je dit allemaal retourstuurt? Moet je daar geen rekening van houden? Ja, denk het al. Nou ja, best wel leuk. Een grote tas erbij. Misschien doen ze dat erbij bij een bepaald bedrag of zo. Nou ja, denk het ook. Dit is een pakbon. Shopify. Ja. Even kijken. Ik heb hier een maat. Echt? Als jij die openmaakt, dan pak ik de XS open. Dezelfde kleur of allebei een andere kleur? Eet allebei de blauwe en allebei de grijze. Oké. Dit is de broek. Ik denk wel dat ik XS pas als ik het zo zie. Ja, deze kleur is wel mooi. Man. Ja, ja, heel mooi. Dit is dus een broek en dit is de hoodie. Laat jij de hoodie eens zien goed? Heel leuk. Wat we ook zouden kunnen doen, als we allebei een S passen, dan kunnen we weten allebei de kleur. Ja, dan kunnen we het afwisselen. Een beetje onscherp volgens mij. Nou weer niet. Oké. Nou, dit is dus het eerste pak. Ja, we gaan het nu denk ik niet passen, want we zijn net klaargemaakt ja, en we moeten zo echt gaan. Maar misschien als we dan vanmiddag weer thuis komen, dan filmen we hoe het aanstaat. Dus sorry dat we jullie moeten laten wachten. Ik probeer ook linkjes van de items in de beschrijving te zetten voor als jullie ook goed gezien. De volgende. Maak er even eentje open. Ja? Ja. Maak ik dat. Moet ik het open? Ja, dan krijg je het open. En de grijze. Dat lijkt me ook een beetje bruin of zo. Ja, een beetje grijsbruin. Dit is wel een hele populaire kleur. Huh? Deze, mooi. Ja, van die pakken. Ja, echt leuk. Ja, heel leuk. Ik moet even kijken wat ik hoop. Want misschien dat Ramon ons ook een pak wil houden. Dat als ik bijvoorbeeld S ook mooi zit en bij jou ook, dat we dan zeg maar grijs en blauw houden. Want ik vind het ook gewoon mooi als je oversized zit in die pakken. Als het niet te lelijk zit. Maar ze zitten er heel mooi uit. Mijn benen is ook een zachte stof. Dit is echt fijn, man. Ja? Zo'n pak. Ik weet niet, ik heb het altijd gewild, zo'n mooi passend pak gewoon. Lekker. Ja, ze zijn wel echt mooi hoor. Goede kwaliteit, lekker dik. Ja. Ik vind de achterkant ook heel mooi, met zo'n zak. Oh ja, kontzak. Ja, ze zien er echt goed uit. Ik heb echt zin om ze aan te passen, maar dat gaan we dus straks doen. Ja. Dus dan gaan jullie het dan zien. Nice. Excited! Oh, je hebt zelfs ritjes in de... Ja, ritjes in de zak, dat is ook fijn. Dat is ook wel fijn. Kan niks uit. Dus heel subtiele ritjes ook. Niet, beter. Ja. Heel vaak heb je geen rits en dan is het echt... Klopt. Nou, ik ben benieuwd. Top. Nou, we zijn tegen Ramon zijn nieuwe auto. Ik weet niet of jullie de vlog van gisteren hebben gezien. Ramon heeft een nieuwe auto gekocht. Maar kijk de vlog van gisteren, want het is best wel een leuke avontuur geweest. Mooie beelden gemaakt. Ja. Helemaal blij voor Ramon nog steeds. Ja, Ramon is ook helemaal blij. Hij zat net uit het raam te kijken. Hij zei, kijk naar buiten.
Even wennen. Dat er geen witte auto staat, maar een grijze. Ja. Maar Ramon zet me even af in Breda. Want ik ga gezellig high tea samen met Julia. Julia heeft een samenwerking met een restaurantje daar. Dus dat is echt super leuk. Gaan wij even lekker eten en drinken. Alleen, ik heb net ontbeten. Heel klein beetje, maar ik zit gewoon vol. En je een broodje op? Ja. Maar ik zit al vol. Wat zeg ik? Een half broodje heb je op? Mhm. Maar toch zit ik vol. Want ik had pepernoten op mijn brood. En dat vult wel. Maar ik hoop dat ik straks weer een beetje een plekje vrij krijg. Anders wel een beetje zonde. Maar ja, sowieso heel gezellig. Lekker weg. En Ramon gaat straks naar zijn vrienden. Dus daar ga ik dan langer elke keer weer gezellig naartoe. Hey, vuurwerkpot. Vuurwerkpot. Oh, oké. Vuurwerk afgestoken. Die hangt jongen altijd van tegen. Thumbnail. Er wordt hier vuurwerk afgestoken in Etten-Leur. Ja, het is helemaal die jeugd hier. Ja, daar. We zijn aangekomen bij Wasseringhoutmarkt. Gezellig met Julia. Hi. Ben je eerder geweest? Nee, ik wilde hier toen heen met een vriendin, maar we hadden niet gereserveerd, dus konden we helaas niet terecht. Nee, maar nu wel. Ik ben benieuwd. Het allemaal thee smaak zijn ze volgens mij of niet? Ja. Ik ben benieuwd. High tea. High tea, ja, echt leuk. Vorige keer hadden we ook al een high tea op jouw verjaardag. Dat vond ik ook vet leuk. Maar ik hoop dat dit beter is. Is het wel? Ja, dat is wel dat mee. Je gewoon niet. Ja, ik denk het ook. Wel, Mon zei, ik hoop dat het beter is dan de vorige keer. Ja, klopt. Nou, we hebben de eerste koude ronde binnen. Dit is een kleine garnalencocktail. Dat is die met rosbief en carpaccio volgens mij. En die is precies met mozzarella en verder weet ik het niet zo goed. En jullie hebben precies hetzelfde. En ik heb nu een thee smaken met green tea, geen idee. En jullie met rooibos, orange, vanille en honey. Nou, eet smakelijk. Bon appetit! Nou, de eerste ronde was op. Wat vonden we ervan? Lekker. Echt super lekker. Die kwam vooral een broodje carpaccio. Ja, en misschien neem ik straks een cocktail, toch? Ja, espresso martini op een strawberry mojito. Ja, ik ook. Ik ga zo nog even kijken. Ik ook. Nou, ronde 2. Pompoensoepje. Die is mijn lievelings. Ga je het krijgen ook niet. En heb je een hamburgertje? Die lus ik wel. En de omelet lus ik ook. Dus dat is goed. Wij gaan spullen. Kijk even wat een leuk plaatje we hier hebben. Even de story. We hebben hier lekkere aardbeidjes. Wat hebben we hier allemaal? Chocolaatjes, macarons. Espresso martini, is dat ja. Wel? Ja. Nee, Pornstar martini. Pornstar martini. Een smoes of zo? Ik weet niet. We gaan het gewoon lekker proeven en we gaan hier lekker van genieten. Het is echt super gezellig. Het is nu ongeveer 5 uur. We gaan lekker de pakken passen. Ik heb er helemaal zin in. Welke kleur ga jij passen? Blauw? Ja. Mogen blauw passen. En ik grijs-bruinachtig. Let's go. Oké, we hebben de pakken aan. Oké. Ik heb dus deze. Maat S heb ik aan. Ik dacht dat ze wel wat kleiner zouden vallen, maar S is goed. Ik vind zelfs de broek nog een beetje te strak. Ik wilde echt wel lekker oversized pak. Dus hij mag voor mij nog wel ietsje groter. Dus misschien dat ik een maat M nog bestel. Maar de trui zit wel echt top. Maar ja, die mag voor mij ook wel lekker oversized. En Ramon is echt... Dat is echt super nice. Maar misschien dat we daar ook nog een M voor bestellen? Of wil je deze? Ik denk M'tje proberen. Ja? Ja. Dat gaan we doen. Maar ze zijn wel vet, hè? Ja, die trui voelt iets te klein aan of zo. Ja, misschien ietsje te kort. Ja, iets te kort. De broek zit je wel heel goed. Maar ik denk een maatje groter is ook niet erg. Dat zo doen. Dan zie je mijn buik. Ja, oké. Ja, we gaan lekker een emmertje bestellen. Maar ik ben wel er blij mee. Nou, inmiddels is het avond en het is etenstijd. Dus we gaan zo meteen even lekker ergens eten. We gaan eten. We gaan naar een pannenkoekrestaurant, pannenkoekhuis, Coopers. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar het zit wel op meerdere locaties. En, wij hebben een pannenkoekenschip. Ja, we hebben koekers, ja. Dat is heel leuk. Ja, ik ga lekker pannenkoekjes eten. Lekker! Nou, onze pannenkoeken zijn binnen. Ik ben niet de grootste pannenkoekliefhebber, dus ik heb een lekkere carpaccio salade nog nooit gehad. Maar ik hou in ieder geval van carpaccio, dus het zal vast goed komen.
En hier is nog niks, helaas. Was het? Ik dacht nog een klein mini toetje als dessert. Maar ik heb een hele grote pot, maar heerlijk. Ik heb met vanilleijs, of roomijs, slagroom, verse vruchten en disco dip. En Ramon is de hele avond aan het kleuren. Uur bezig, hij doet maar één poppetje klaar. Maar wel netjes. Wel mooi uit. Ja, heel mooi. Je hebt zo nog een heel winkeltje en dan kan je dus shoppen en een glijbaan. Kom op, bra. Zo, die gaat hard of niet dan? Ik ga stuk. Hele kont open. Sorry dat ik niet ging. Gaat u? Nee, ik ga niet. We zijn weer thuis. We hebben lekker gegeten. Ik heb dus een carpaccio gehad, een carpaccio salade. Aanradertje, wel lekker. Je hebt eigenlijk gewoon een grote carpaccio. Meer carpaccio, beter. We zijn nu terug. We gaan lekker slapen, zeg 9:30. Maar we zijn allebei echt moe. Echt moe. Ik in ieder geval heel erg moe. We gaan even serie kijken. En dan gaan we lekker slapen. En dan ga ik morgen vroeg weer terug naar huis. Dus ik zet hier wel lekker de vlog af. Vond je deze vlog leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie in de volgende dagvlog. Lekker slapen!